Hallo uh, Wopke, het is vandaag voor jou gisteren Internationale Vrouwendag. En jij bent natuurlijk een ontzettend drukke man. Uh, partijleider, vicepremier, uh, veel in het buitenland. Dus ik stel jou de vraag die wij graag krijgen. Hoe houd je alle ballen in de lucht? Hoe zorg je ervoor dat je thuis ook nog een leuke vader bent? En heb je misschien een tip voor al die mannen en vrouwen... die zorg en werk op een goede manier willen combineren? Nou, hartje, dankjewel. En uh, laten we heel eerlijk zijn, de, de worsteling die heel veel Nederlandse gezinnen hebben met twee ouders, met een drukke baan, die hebben Lieselot en ik natuurlijk thuis ook. Uh, en wat ik probeer te doen is uh, in ieder geval er altijd te zijn bij het sporten, uh, op zaterdagochtend. Een paar keer per week de kinderen naar school te brengen en lang vooruit te plannen in de agenda. Uh, het wordt daarmee nog niet optimaal, uh, maar het helpt een beetje. Dankjewel.